Dag aan alle stieren, welkom voor jullie maandelijkse horoscoop voor juli 2016. In het algemeen, voor iedereen in feite, een iets minder dynamische maand. En stieren houden wel van een beetje rust, toch in ieder geval als je de zon in stier hebt, of de maan, of de ascendant in stier. En wat hebben de planeten in petto voor jullie? Eerst en vooral Mars die nu direct loopt in jullie zevende huis. En dat is fijn nieuws, want Mars in je zevende huis hebben is niet altijd evident, omdat Mars wil zeggen discussie of op zijn zachtst gezegd activiteit en het zevende huis is de ander. Als je in een relatie zit, kan het soms wat strubbelingen geven. Maar Mars loopt, zoals ik al zei, direct nu, dus dat zou opgeklaard zijn. Gedurende de maand juli. En dat is wel fijn. Dus hou nog altijd rekening met die andere persoon, omdat die eigenlijk in een vrij sterke positie staat. Of dat die persoon nu gelijk heeft of niet, daar gaat het niet om. Het is gewoon met Mars in je zevende huis. Kan je beter samenwerken dan tegenwerken. Dus, maar in ieder geval is het positiever dan de maand juni op dat vlak. What else? Er zijn heel veel planeten in jullie vierde huis ook. Vooral de twee laatste weken van juli is er een positieve energie in dat vierde huis. Namelijk Venus, de zon, Mercurius. En Venus is het teken voor stieren heel belangrijk. Want het is stier houdt van comfort en van easygoing. En het vierde huis is het meest emotionele huis. Want het is het huis van letterlijk je thuis. En van je familieleven. En die planeten kunnen, zeker als er wat moeilijkheden zijn geweest daarvoor, kunnen zorgen voor wat meer rust en voor wat meer beter overeenkomen, toekomst. Dus het is een vrij stiermaand op dat gebied. En dus geniet ervan. Geniet van ook het verfraaien van je huis. Bijvoorbeeld nieuwe gordijnen hangen of weet ik veel, of schilderen. Een goed moment ervoor. Een goed moment ervoor met Venus in dat vierde huis. En Venus is jouw planeet. Het is de heerser van het teken stier. Dus het kan voor degenen die niet op reis gaan in de maand juli, kan het eigenlijk, ja, zou je kunnen zeggen, het kan mij niet schelen. Ik geniet van thuis zijn. Zo kan je het ook zien. Bedankt voor het kijken en tot volgende maand.